Hey blokken gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 No Man's Land. Welkom jongens, leuk jullie te zijn. Hey, even het volgende. De komende weken zullen er waarschijnlijk minder video's zijn en wat minder streams. Dat komt omdat ik er gewoon heel erg druk heb, zoals vandaag ook met het werk. Ik was pas 4:15 thuis. Ik heb gegeerd, het is nu 5:05. Om 7:00 begint de persconferentie, dus die willen we natuurlijk ook nog eventjes kijken. En om 8:00 ga ik alweer live, dus dit wordt een beetje een korte video of misschien een beetje een ratelige video, sorry daarvoor. Maar ik wil wel graag video's voor jullie maken, alleen ja, dat wordt een beetje lastig. En van 12 tot 16 mei ben ik ook een aantal dagen weg met de familie, even lekker ertussenuit. Dus dan weten jullie dat vast, mochten er minder video's zijn, dan komt het daardoor. Ik heb het gewoon heel erg druk op het werk. En het streamen komt er ook nog bij, dus sorry daarvoor. Maar ja goed, ik moet wel natuurlijk een beetje aan mezelf denken dat ik natuurlijk ook niet... Wel, overwerkt word ik niet, maar jullie begrijpen me wel. Hey, maar welkom jongens. Voordat we gaan beginnen wil ik ook eventjes jullie laten zien. Ik heb, voor mij waren het er 3 trekkers heb ik toegevoegd. Dat is de Massive Verizon 6600. Hashtag story mode, doe even liken, anders komt er geen nieuwe. De T6 serie, nou goed, die hebben wij momenteel. De T7 2011 serie zag ik in de mod op staan. De 7700S, die is eigenlijk veel te duur, maar goed. En kijk, die zijn nog te overzien. Maar 7600 is veel te duur eigenlijk, 6600. Dan heb ik ook nog, als het goed is, ik weet niet waar die is, maar ik had ook nog een, ja, een Puma had ik ook nog. Vond ik ook een beetje aan de dure kant. Maar goed, ik heb dus een aantal trekkers die we kunnen gaan gebruiken. We kunnen ook nog een andere kleur, zie ik. Oh, hier, die vette rode kleur. Ja, dik. Maar goed, dan moeten we eerst geld hebben. Maar daarvoor moeten wij eerst het een en ander gaan fixen. En het een en ander wat we gaan fixen is vandaag... Nou, deze is dan nog niet klaar, dit veld. Maar dit nemen we mee om een nieuw veld te creëren. En daarvoor moeten we allereerst eventjes... wat bomen gaan zagen en dus zullen we wat ruimte kunnen maken. Ik zat te denken om hier dit heuveltje namelijk weer te gaan doen, maar nee, dat ga ik toch niet doen. Maar achter de koeienstal wil ik een nieuw veld maken. En dan maken we hier ook een keertje een mooi pad dat we hier mooi langs kunnen rijden. Anders nu rijden we alle kanten op. Want we hebben hier namelijk nog best wel wat ruimte, zoals je kunt zien. Een beetje op de bosrand blijven. We moeten natuurlijk wel opletten dat we natuurlijk niet over de grens heen gaan. We moeten even kijken welke we allemaal gaan wegzagen. We kunnen dit wegzagen. Deze kan wel blijven staan, maar die nemen we ook meer. Omdat er natuurlijk binnenkort ook een dinges komt. Omdat er binnenkort ook een pad komt, is het wel handig om eventjes wat meer bomen weg te halen. Dus we gaan ook een beetje die bomen gaan we ook weghalen. Is misschien een beetje zonde, maar ja, het is niet anders. Dit is toch nog steeds ons stuk land. En wij doen ermee met wat we willen. Dus we moeten eventjes een paar bomen weghalen. Ik wou dit bomen eigenlijk het liefst laten staan. Maar goed. Helaas. Als we een nieuw veld willen hebben, dan moeten we natuurlijk ook het een en ander gaan doen. Dus of er morgen ook een video komt, jongens, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat allemaal red. Ik denk het wel. Want dan ga ik morgen... Wat, ja, Wimpy die streamt morgen niet... Of die... Wimpy die doet vanavond niet met mij mee, omdat we bezig zijn met een nieuwe... Wij gaan een nieuwe korps opzetten in een nieuwe roleplaystad. NPH gaat die heten en dat moet allemaal getest worden en weet ik voor wat. Dus dat betekent dat ik mijn politiecarrière ook stop bij Haarlem. En dat ik mijn politiecarrière opnieuw ga opstarten samen met Wim in een andere stad. Dus daar zijn ze druk mee bezig. Alleen ik heb gezegd, ja sorry, ik wil heus wel helpen jongens. Maar ik heb daar allemaal geen tijd voor, joh. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar ja. Dan gaan we eens even kijken of we deze bomen een beetje weg kunnen halen. Kijk hoeveel weg kunnen. Die dikke bomen, die 2 dikke bomen moeten ook nog even weg. Als ik nu eens een beetje schuin afzaag, dan valt hij dan wel om? Nee, zeker. Die bomen blijven ook gewoon staan, hè. Welkom bij Farming Physics. Dit was ook nog een grote boom. Dus die halen we weg.
Zo, dan deze hebben we gezaagd. Die hebben we gezaagd. Die hebben we gezaagd. Oké, dan moeten we eventjes de boel opruimen. Ik ga het heel even anders aanpakken. Ik wil namelijk het derde veld wil ik namelijk graag geploegd hebben. Dus dat kan de vent wel even doen. En de New Holland die heeft een platte wagen bezig. Want ik had gewoon weer de verkeerde wagen bij me. Maar de New Holland die heeft een platte wagen bij zich. Dus daar gaan we mee redden. Ik heb deze boom hier op het gras op hoek weggehaald. Ik zag een rode stip. Ik dacht, laat ik eens even gaan zagen. Is de hele boom weg. Dus nee, daar verdienen we dan geen geld meer. Dat is misschien een beetje jammer. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Course play please. Die. En dan wil ik graag veld 3. Omtrekveld 3. En dan route genereren. Buitenrand hoort eigenlijk niet met een ploeg. Ik weet het, maar ik doe het wel. Met de klok mee. Ja. Op een keer. Hoort eigenlijk niet met een ploeg. Ik weet het. Maar goed, dat ziet er iets netter uit. Dus de vent die gaat even lekker... Ja, de vent gaat even lekker ploegen. En dan kunnen wij even de zooi opruimen wat wij nu allemaal hebben. Al die bomen en zo, weet je wel. Want ik wil natuurlijk een nieuw veld maken. En hoe een beetje ruimte hebben. Want dit is een mooi grasveld hier voor ons en links van ons. En dan kunnen we daar verderop kunnen we wel een nieuw veld maken. En dan gaan we dit ook een keertje doortrekken. Zodat we ook dit gras allemaal kunnen bemesten. Dat is toch altijd wel wat prettiger. Moet even kijken, die boom hebben we laten staan. Die boom hebben we laten staan. Deze ligt om. Kijk, grotere boom moeten we nog misschien even een paar keer zagen. Zo. Nou, laten we deze ook maar gaan zagen, want anders hebben we zoveel. Juist. Kijk, dan doen we het maar even zo. We hebben daar niet echt de meest optimale wagen. Maar goed, het werkt wel, deze wagen. Het is een platte wagen, dus daar kun je mooi wat hout op plaatsen. Dat is bompje 1. Dan moeten we nou even kijken welke bommen we hier allemaal hebben. Ja, dan wordt er ook allemaal een stuk mooier van. Dan moeten we even alle bommen omgooien. Die. Die. Die dus nog niet. Die moeten we ook even omzagen. En dan komt er toch zometeen weer een bultruimte zometeen, jongens. Dit is echt bizar. Oh, dan heb ik de bom weggehaald. Kak! Dat was niet mijn bedoeling. Toppen. Nou, dan gaat ons geld. Even kijken. Dan hebben we deze boom nog. Die moet ook omvallen. Ja, en dan hebben we deze boom. Deze boom. Die ook? Nee, die moet ook even gezaagd worden. Moet ik wel de goede doen? Dat ik niet de verkeerde boom wegblaf natuurlijk. Zo, die gaat daarin. Die gaat daarin. Dit zijn die flinke jongens. Dit is precies het. Waarom gaan die takken er niet af? Wauw, welkom bij farming. Ja hoor. Komt in één keer weer een trigger tegen. Denk ik van, oh ja. Dan komt er in één keer een ander geluid. Hebben we hier nog een boom? Oh nee, dat is een tak. Dit er nu. Kijk, dan kunnen we het allemaal net ietsjes makkelijker zien. En iets makkelijker opruimen op deze manier. Oh jee, de bom is op het veld gevallen. Hoe is... Ze zitten toch, toch best wel dicht bij elkaar, hè? Die weg. Dat was de hele bom, dat was niet de bedoeling. En dan moet die weg, juist. En deze bom moet weg. We hebben al tijd niet meer gedaan. Kijk nagaan, jongens, dat we al in het begin... Dat we op deze manier geld gingen verdienen. Kunnen jullie dat nog herinneren? Goeiedag, zo is dat lang geleden. Kijk, en ik kan alles wel in timelapse doen, maar dat is ook voor jullie een beetje zeer aan de horen.
En ik denk dat dit het enige is wat we vandaag gaan doen. Even alvast wat ruimte maken. Wat ik zeg, omdat ik gewoon te weinig tijd heb. En dan hoop ik dat we morgen kunnen gaan... dat we morgen kunnen gaan ploegen. Dus ik kan het allemaal wel gaan knippen. Maar ja, dan wordt de video ook zo kort. Dat is ook zo jammer. Dus het is vandaag deze aflevering is een dagje in het hout. Ruimte maken voor het nieuwe veld. Moet ik even kijken wat voor gewas we hier natuurlijk ingroeien. Eerst moeten we natuurlijk allemaal bemesten en ploegen en de hele mikmak. Dan moeten we een nieuwe koerspeelroute moeten we ook nog doen. Ik ga waarschijnlijk behoorlijk wat... hoe heet het? Ik ga waarschijnlijk behoorlijk wat... wat stukken hout nog wel missen. Maar ja, goed, hè. Wat doe je eraan? Ik hoop trouwens dat al het hout ook op de trillen past, jongens. Dat is nog wel eventjes een dingetje, natuurlijk. Maar dit is natuurlijk ook weer extra geld voor de nieuwe trekker. Waarom is dit trouwens ook zo lang stuk? Als alle bomen weg zijn, dan kunnen we ook even kijken hoeveel ruimte er is. Dat is wel prettig, hè? Altijd weer nieuw land is altijd wel leuk. Ik heb die grote bom trouwens ook even gezaagd. Het is vreselijk. Of grote joekels hier allemaal bling. Maar dat levert wel weer lekker wat geld op. Kijk, en als je een hele bom er doorheen blaft, ja, dan weet ik dat je meer geld krijgt. Maar hoe moet ik hem dan anders verzamelen? Ik ga niet constant, stuk voor stuk, constant naar die houtverzamelaar lopen. Dat is me te ver lopen. Kijk, als het nou achter de schuur was, had ik dat wel gedaan. Maar ik vind dit wel erg ver lopen normaal. Dus doe het op deze manier. Doe het nog wel weer even zo, maar dan weten we zeker dat hij dicht bleef. Hoppakee. Oh, die is wel omgevallen, maar dat is niet zo erg. Is er nog plek, jongens? Ik ben niet zo goed in houtstekken. Anders verkopen we dit wel eerst. Maar ik zie dat we nog wat in en al hier neer kunnen zetten. Ik zie trouwens ook dit. Kan dat... Juist, ik wil zeggen, kan dat stukje er ook af? Het is allemaal zo bebost. Kijk, en heb je hier nog een unit van een... van een boom. Ja. Beetje kleinere stukjes maken. Dit is de hele grote boom, dacht ik. Hier ligt nog een boom onder. Zo. En die. Dus het is vandaag even, ja, niet echt farmen jongens, maar echt in de bosbouw. Dat doe ik ook niet zo heel vaak. Maar ja, we moeten het wel voor elkaar krijgen. De geluiden van de dingen zijn wel mooi hoor, maar dat glitch heel te jongen, daar krijg je een kind van. Nou, verkopen die troep. Nou, daar zijn we hoor. Dat kan los. Ja, doe maar vallen. Zo, hele game loopt vast, hou eens. Ja, dat was niet heel handig, nou, als wij het nog hebben gedaan. Nog gewoon stukje voor stukje. Wat een ellende is dit soms ook, hè. Maar ja, dit hebben we in het begin ook gedaan. Zo zijn wij aan ons geld gekomen, jongens. Met, in het begin van de serie. Zo zijn wij ook aan ons geld gekomen. Toch bizar, hoor. Wat ooit begon met een kleine trekker. Wat ooit begon als een kleine trekker en een motorzaagje. Is uitgegroeid tot een behoorlijke gezonde boerderij. Hoop ik. Anders moet deze even andersom. Want het zware punt zit namelijk... Wat pakt hij nou in één keer? Nou, wat goed. Nee, hij pakt het niet helemaal. Maar dat maakt niet uit. En dan kunnen we ook even kijken hoeveel we nou hebben verdiend zometeen aan alles in het... Bij de financiën kunnen we ook zien hoeveel we natuurlijk aan verkocht hout hebben gekregen. Als we alles verkocht hebben. Dus dat is ook wel lekker. Oh. Wat een ellende is. Eigenlijk moet je gewoon zo'n heel groot zwart gat hebben. Net als bijvoorbeeld de gelage, dat je daar gewoon al het...
hout in kan doen. Maar ja, je hebt natuurlijk een trigger. Daar doe je de... Hoe heet het? Dan ga je, naar, dan ga je staan met je trillen. Dan druk je op R naar zo'n i'tje. En dan verkoopt hij allemaal. Ja, dat hebben we, die luxe hebben we hier niet. We moeten gewoon hard werken voor onze centen. Zoals je kunt zien. En dan blijven we ook nog wel even doorgaan. Nou, als ik even ga kijken. Volgens mij hebben wij het meeste wat wij nodig hadden is nu weg. Dit zijn er wat grotere knoepers. Het meeste hout wat hier lag is nu weg, dacht ik zo. Maar dan wil ik eventjes kijken. Nee, dat doen we heel mooi zo. Hoe doe ik nou eigenlijk vliegen zo? Het vliegen staat wel aan, maar flight state aan. Vliegen staat nog aan. Hoe vlieg ik dan? Is dat nieuw? Ja, maar als je op F11 drukt. Flight mode aan. Juist, dat is wel hetzelfde. Kijk, dan gaan we dus even kijken. We hebben ongeveer tot en met zo, dus... We kunnen nog een lijntje eraf halen. Het wordt niet zo heel breed veld, maar dat hoeft ook niet per se. Maar dat wel van mooi formaat is. Dus we zouden eventueel nog... Als we even gaan kijken... deze bomen weghalen. Deze boom... Ik zag hier nog een lijntje aan bomen. Die weg. Die weg. En deze weg. Als groen is, zijn dat dan alle bomen wat ik bedoelde. Dan moeten we zo meteen weer even de lucht in. Hou eens. Zo. Is het ook zo'n lange boom? Voor mij wel, hè? Al valt meer. Dan kunnen we namelijk even kijken of dit voldoende is. Als we zo de lucht in vliegen, of dat breed genoeg is. Want het moet natuurlijk ook niet een... dan moet ik dat natuurlijk weer uitzetten, want anders zie ik mijn richtpunt niet meer. Zo. Hoppakee. Die erop. En dan gaan we zo dan eventjes vanaf de lucht kijken. Hoe het er dan uitziet. Of ik daarmee tevreden ben. En dan kunnen we dus... Ik hoop morgen... Dat we dan bezig kunnen zijn met de ploegen van het veld. Zo, nou als het goed is hebben we nu de meeste... meeste hout hebben we nu weg. Dacht ik. Het randje wat ik bedoelde, dus ik doe toch altijd even liever zo. Dat vind ik altijd iets makkelijker. Ja, kijk, nu heb je ook een mooi bosrandje, zoals je kunt zien. Is dat een boom? Dat zijn bosjes. Kijk, dan heb je een mooi bosrandje. En dan kunnen we hier dus, morgen kunnen we daar dus, ik hoop morgen in ieder geval, om een mooi stukje land van te maken, zoals je kunt zien. Dus dat is zeg maar de lijn van dat veld naar hier, tot aan de bosrand. En er zit een klein stukje gras tussen. Dus ik denk dat dat wel top is. En dan gaan we dit even verkopen. En de vent die schiet echt voor geen meter op. Ik weet ook niet waarom die maar 8 km per uur reed. Maar 10 dan. Want als je ploegt dan gaat die 12 km per uur. Dat weet ik. Maar als ik nou eens eventjes de vent doe repareren. Even opslaan. Breedte nog niet. Ja, dat is ook niet zo heel erg. Maar we hebben hier in ieder geval het laatste stuk hout. Let niet op het uitslingerende stuk. Maar ik dacht, als ik het ook weer helemaal in stukken moet snijden. Ik neem er wel zo mee. Realism is key, hè? Ja. Dus dit is het laatste hout wat we hebben. Dat gaan we verkopen. En dan kunnen we dus... de volgende keer kunnen we dat gaan ploegen. Hebben we ook behoorlijk wat geld. Misschien hebben we dat ook al wel... Ik denk niet dat we dan de trekker kunnen kopen. Maar you never know. Hoe is... Oeh. Ja, dat hele van als ding uitsteken. Nee, want dat veld kan nog geoogst worden. En dan moet alles nog... de strook kan verkocht worden. Dus dat komt wel goed. Maar dit is het laatste hout dat we gaan verkopen. En druk op L. Hoppakee. En dan laat alles netjes los. En dan proppen we die hele bomen in één keer erin.
Dit is ook helemaal niet realisme trouwens, wat ik nu doe. Gewoon een hele bom erin proppen. Zullen we vooral bovenaan beginnen, niet onderaan? Maar anders vliegt alles weer alle kanten op. Dat is een beetje lastig. Ik wil die ook niet in de weg zitten. Zo. Nou, we hebben ook weer 1000 euro erbij gekregen. Altijd top. Ja, maar dit zijn de goederen stukken hout, hè. Dat levert wel lekker wat geld op. Dat is, dat is wel prettig. Het zijn ook mooie stukken, mooie formaatstukken hout trouwens. Wat we hier hebben liggen. Hoeveel geld zouden we hebben gemaakt van hout, jongens? Het zou 10.000 euro zijn. Ik denk dat we 10.000 euro wel halen, hoor. Hier, 1400. Zo. Oh. Die. 1103. We komen er wel. En zo zijn we vroeger ook begonnen. Vroeger, waar ben je dan? Toen No Man's Land net was begonnen, zijn we ook zo begonnen. Beetje hout zagen en zo. En mocht de serie langzaam aan ten einde lopen, jongens, dan ga ik ervoor kiezen om jullie ook even te laten zien van, goh, hoe zag de boerderij er toen uit en hoe ziet de boerderij er nu uit. Ik denk dat dat wel echt heel erg tof wordt. Als het goed is, heb ik al het hout meegenomen. Dit is echt het laatste stuk hout wat we hebben. En dan kunnen we even kijken hoeveel geld we verdiend hebben. Zo. Hoeveel verkocht hout hebben we? Financiën. Verkocht hout. Verkocht hout. 5000 euro. Aan hout. Nou, vind ik niet slecht. Dan verder, ja, hebben we nog niet zo heel veel te doen. Die vent die blijft daar wil, dan kan die dat afmaken voor de volgende keer. En anders maak ik het weer wel af. Of weet je wat, ik laat het nu wel even lopen. Dan kan ik even editen. En dan is die klaar. En dan gaan we de volgende keer gaan we het nieuwe veld doen. Dan doen we dat met de Nieuw-Holland, hoor. Dan kan de Nieuw-Holland, of de vent, die kan dan gaan inzaaien. En dan gaan we met de Nieuw-Holland gaan we ploegen. Dan halen we alvast de zaaimachine op. Dan zet ik alles alvast klaar voor de volgende keer. En of dat morgen is of volgende week, dat weet ik niet. 600 liter genoeg. Oh, we kunnen wel even bijvullen. Nou, dan zetten we deze hier. Hij is wel het een en ander een beetje vergeten. Hij is trouwens ook bijna klaar, zie ik. Dus dat is top. En dan gaan we morgen even wat hij vergeten is, gaan wij doen. En dan kan de vent kan inzaaien. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van No Man's Land. Wat ik dus zeg, de komende 3-4 weken kan het zijn dat er minder streams / minder video's zijn. Omdat ik het gewoon heel erg druk heb. Van 12 tot 16 mei ben ik eventjes een paar dagen weg. Lekker met de familie eruit. Dus, ja, anders had ik in Canada gezeten, hè. Precies op het moment dat we met de familie weg gaan, had ik anders in Canada gezeten. Maar ja, de hele corona-shizzle, dat gaat hem niet worden. Jongens! Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de support. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. Kalm!